Daar komt een auto aan en het nummerbord heeft als letters AA. De mensen van Westerheem zijn vreselijk verrast. En we horen heel in de verte, oh, oh, want er werd al gespeculeerd of het de burgemeester zou zijn of een hoge ambtenaar. Maar dat prinses Maxima komt, dat had toch niemand verwacht. Daar is ze en de mensen zijn zeer en zeer verrast. Daar komt meneer Hinkes. Ik zal eens vragen hoe hij... Meneer Hinkes, hoe heeft u het ervaren met de prinses? Ja, dat is geweldig. Ik ga direct een mailtje sturen naar mijn kinderen dat ik Maxima hand heb gegeven. Dat geloof u niet, hoor. Nou, misschien niet, nee. Voor de kroon. Maar ik vond het een hele leuke ervaring. En ik moet zeggen, ja, ze was heel belangstellend. En ze wist iedereen meteen op zijn gemak te stellen. En iedereen kon even uit zijn ervaringen, zeg maar, het verhaal doen. Wat heeft u verteld? Nou, ik heb verteld dat ik de laatste bezoek was met man naar het Egyptisch Museum in Leiden. En daarvoor, samen met mijn vrouw, met Liet Hinkens, zijn we twee mensen nog eens naar de kaasmarkt geweest. Nou, dat was een heel gedoe met twee rolstoelen en zo, maar we kregen overal voorrang, omdat we natuurlijk die rolstoel hadden. Nou ja, en zo heeft iedereen een verhaaltje verteld. En Maxima vroeg dan ook naar de initiatieven. Hoe is het ontstaan en hoe gaat het verder? En nou, al met al was het een heel ontspannen kwartier, half uur zeg maar. Trots? Ja, hartstikke trots. Het is natuurlijk geweldig dat prinses Maxima gewoon komt kijken hoe wij dat nou doen met Gouden Dagen. Zit je daar zomaar naast bijna koningin, hè? Ja, dat is nog een weekje, dan was de koningin. Ja, dat is echt heel bijzonder om dat te doen. Het initiatief van Westerheem, dat is al een paar jaar geleden ontstaan. Waren zij in de FIFA-groep de eerste? Ja, samen met Castricum, de Bogaard. We zijn met twee locaties begonnen met Gouden Dagen. Na het initiatief van de beide fondsen zijn wij erop ingesprongen. Samen met de Pieter Raad Stichting in Herengewaard, met drie locaties. En we zijn gewoon gaan pionieren, zijn ermee begonnen. Nou, het is geweldig dat het zo aanslaat. Hoe verliep het gesprek? Oh, het was een erg geanimeerd gesprek. De prinses is heel goed ingelezen, stelt ook hele goede vragen. En is, vind ik, ook heel enthousiast over het programma. Maar ze heeft wel ook hele goede vragen. Zo van, hoe willen jullie dit doen, hoe doen jullie dat? Hoe zijn jullie tot nu toe gevaren en hoe ga je verder? U had het gevoel dat ze zich heel goed had voorbereid. Ze heeft zich heel goed voorbereid. Ze is natuurlijk beschermvrouw van het Oranje Fonds, hè? En we doen mee met Gouden Dagen aan het groeiprogramma van het Oranje Fonds. Daar zijn we voor uitgekozen. En in dat kader vindt het bezoek ook plaats. En ze kijkt ook vanuit dat perspectief. Van, heeft het ook echt potentie? Kan het ook echt groeien? En wat gaan jullie ervoor doen? En u bent de vestigingmanager. Ja. Een van de pioniers van Gouden Dagen. Ja, dat klopt helemaal. We waren een pilotorganisatie, zoals ze dat noemen. En er zijn er drie in Nederland begonnen. En daar zijn wij er één van. Dus wij zijn nu het langst verbonden aan Gouden Dagen. Kunt u onze kijkers wat voorbeelden geven van wensen? Die zijn heel, heel erg verschillend. Bijvoorbeeld zijn mensen naar de Jordaan geweest, omdat ze daar 40 jaar geleden gewoond hebben. Zijn mensen naar hun oude woonplaats geweest. Is een mevrouw naar Maastricht geweest, omdat ze daar geboren is. Er heeft een mevrouw gebeld en dat is ook opgelost. Er hangt een tak voor mijn raam. En mijn wens is dat die tak weg is en de gemeente doet er niets aan. Nou ja, als het eenmaal op de radio gehoord wordt, dan gaat het heel snel. Jullie hebben een nauwe samenwerking met Radio Heemskerk. Ja, we hebben een hele nauwe samenwerking met Radio Heemskerk. Jolanda van Dam, die hier ook werkt, die komt ik denk nu al 2,5 jaar. Iedere dinsdagochtend met de wens van de week. En wat we zien is ook dat het steeds meer bekend wordt in de regio. Mensen in stille verwachting totdat de prinses komt. Nog wel even heel gauw het gebakje naar binnen werken. Het is natuurlijk heel bijzonder als je uitgekozen bent als bewoner om hier je verhaal aan de toekomstige koningin te vertellen. Een week voordat het zover is. Niet op zijn. Goedemorgen. Is u Maxima? Goedemorgen. Ja, nou vind je een leuke koning. Ziet het wel anders, hè? Dan ja, heel goed. Maxima. Maxima. De zaal uit. Prinses Maxima gaat nog doorpraten met de mensen die een gouden dag hebben meegemaakt. En de pers gaat discreet de gang op. Hoe lang wisten jullie het al? Wij wisten het ongeveer een maandje.
denk ik. Ja, het is vreselijk. Je moet gewoon je mond houden. En je bent heel enthousiast en je hebt het heel erg druk ermee. Hebben jullie haar uitgenodigd? Hebben jullie een brief geschreven naar het Koninklijk Huis? Hoe werkt zoiets? Dit is via Landelijke Gouden Dagen gegaan. Het Oranje Fonds heeft hun benaderd. En het is iets van het groeiprogramma. Daar is Gouden Dagen bijgekomen. En prinses Maxima die loopt die projecten af als werkbezoek om te kijken hoe het eraan toe gaat. Want zij zijn beschermvrouwen van Oranje Fonds. Vindt het leuk, wat een eer, hè? Ja, echt wel. Ja, het was echt een eer. We moesten ook eerst wel even van de schrik bijkomen van, oh jee. Maar ja, het is geweldig. Daar komt zometeen prinses Maxima voor het laatste stukje. De burgemeester is in zicht. Dus het kan niet missen, ze zal zo volgen. Soldaat van Oranje. Oh, oké. Okay. Nou, wat nou, leuk. Van wie is het? Dat staat ze gewoon. Ja, dat voelt, hè. Mevrouw Schipsema. Ze is 84 jaar. Oh, fantastisch. Nou, kijk eens. Ja. Helemaal leuk. Dat, moet zijn, kunnen. Dat zijn sponsors van het Oranje Fonds. Ja. Kunnen ze jullie ook een keertje kunnen sponsoren? Ja. Ja, inderdaad. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zou ze gewoon bellen. Ja, heel goed. Oranje Fonds. Ik geef je het e-mailen hier. Nou, hier, stuur mij een mailtje, krijg het e-mailadres, komt het goed. Ja, geweldig. Dank u wel. Dat is nog een sponsor zoeken en sponsors krijgen. Geweldig. Ja. Hebben jullie twee aan? Ja. Ja, dat doen we. Oké. Okay. Ja. Prinses Maxima pakt nog een wens. Daar hangt niks aan, dus zij moet een andere pakken. Wel met een papiertje, alstublieft. De volgende wens. Wat is er? We willen een rondvaart maken in Amsterdam. Mevrouw Zonneveld en mevrouw Springers. Nou, nog een rondvaart. Nou, ik hoop dat deze twee wensen echt te vervullen komen. Ja, absoluut. Tot ziens. Daar gaat ze. We zwaaien haar vrolijk. Goeiedag. Mevrouw Tabak, trots? Ja, ik vond het heel leuk dit bezoek. Ja. Ze was goed geïnformeerd, hè? Ze had zich goed voorbereid. Ja, maar dat zijn toch wel de leden van het Koninklijke Huis allemaal wel. Hè? Ik vind dat echt heel bijzonder. Ze was anders dan heel, heel vroeger. Waren ze alleen maar mooi aan het wezen. Nou, ze heeft ook echt interesse. Dat kan je ook echt zien, Ander. En ze heeft vragen gesteld aan de mensen die daar alles over konden vertellen. Ja, ik denk dat het voor haar ook een hele, hele inspirerende ochtend is geweest. Heeft u wel eerder met haar zo samengezeten? Nee, ik niet. Ja. Ja, jammer dat u weggaat, maar wel een hele mooie afsluiting van u. Nou, dat is nog niet afsluiting, want tot wanneer blijft u? Tot 1 juli. Ja, dus toch wel een beetje. Ja. Nou, dit zijn ook de leuke dingen natuurlijk. Hè. En er zijn heel veel leuke dingen in Heemskerk, maar dit is ook wel heel bijzonder. Het is gewoon een gouden dag. Daarom.